Het maakt niet uit wat je doet, voor welke groepen mensen je het doet. Maar je hebt de plicht om altijd vanuit de ogen en de oren van de mensen naar je acties, naar je besluiten te kijken. En dat probeer ik in mijn rol als toezichthouder ook toe te passen. Om bij alle besluiten te kijken, wat zou dat nou kunnen betekenen voor onze huurders? Maken we ze hier gelukkig mee? Ik ben afgelopen 20 jaar vanuit allerlei politiek-bestuurlijke functies als gemeenteraadslid, als wethouder, maar ook als Kamerlid enorm bezig geweest met steunen van kwetsbare mensen. Dat was mijn passie, dat was mijn drijfveer. In deze fase wou ik heel graag mijn kennis, ervaring, maar ook de netwerk van de afgelopen jaren inzetten, vooral voor alle mensen, huurders, die afhankelijk zijn van een corporatie om aan een fijne, betaalbare woning te komen. Ik vind het belangrijk bij toezichthouder dat we ons blijven afvragen bij alle besluiten. Is dit een goed besluit voor de huurders? Wat voor effect, wat voor impact heeft dat voor onze huurders? Worden de huurders hierbij voldoende betrokken? Doen we de goede dingen voor de huurders? En doen we de dingen ook goed? Jazeker. Toen ik wethouder was, heb ik vaak mensen meegemaakt die vanwege hun eigen echtscheiding, vanwege schulden, dreigden hun woning kwijt te raken. En ik heb van dichtbij meegemaakt wat voor stress, wat voor wanhoop dat voor mensen met zich meebrengt. En daarom heb ik juist voor Area gekozen om iets voor mensen te kunnen betekenen. Alle netwerken waar vrijwilligers, professionals, bestuurders met elkaar nadenken en praten over wonen, zorg, welzijn in de regio, zijn wat mij betreft hele belangrijke netwerken. En ik ben ook heel blij dat Area in al die netwerken, zowel bestuurlijk als via medewerkers, hier actief participeert. Je kan daarbij denken aan netwerken zoals de sociale wijkteams, de gebiedsplatforms en nog veel meer. Ik woon al ruim 45 jaar in de regio waar Area als corporatie actief is. Ik ben zeer sterk verankerd in de gemeenschap. Ik ken ook heel veel huurders omdat ik in een buurt woon met heel veel huurders van Area. Daarnaast probeer ik allerlei bijeenkomsten ook te bezoeken waarbij ook de huurders en de stakeholders bij elkaar komen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld zo'n jubileum bijeenkomst van een multifunctionele accommodatie waar je ook heel veel mensen spreekt. Daarnaast probeer ik ook gewoon één-op-één gesprekken te voeren met mensen uit mijn netwerk, zoals de politici, bestuurders, andere stakeholders. Ik probeer dus heel zichtbaar en aanspreekbaar te zijn, zowel voor de huurders van Area, maar ook voor alle stakeholders. En ik probeer daarmee een geloofwaardige verbinding te maken vanuit mijn rol als commissaris met de omgeving. Als toezichthouder vorm je samen met de bestuurder de twee kanten van de governance medaille en dien je daarmee hetzelfde belang. Het is daarom belangrijk dat je dat vanuit het vertrouwen doet. En ik vind daarbij ook heel belangrijk dat je maximaal betrokken bent bij de organisatie, maar wel met gepaste afstand, zodat je de bestuurder niet voor de voeten loopt.